vandaag allemaal. Jongens zijn beter in rekenen dan meisjes. Tenminste, dat staat in dit dikke verslag over hoe er in ons land op de basisschool gerekend wordt. Ruim een jaar lang hebben onderzoekers door het hele land een groot aantal basisscholen bezocht om daar te kijken hoe er rekenles wordt gegeven. Ook hebben ze de leerlingen allemaal een rekentoets laten doen en nu blijkt dat jongens beter kunnen rekenen dan meisjes. Het is bepaald niet zo dat meisjes het op alle onderdelen slechter doen, maar wel op de meeste en vooral op de onderdelen met, nou noem het maar verhaaltjesommen. Dus waarin in een tekst een rekenopgave verstopt zit en die kunnen meisjes minder goed oplossen over het algemeen dan jongens. Ook al ben je de beste van de klas met rekenen, uit het onderzoek blijkt dat dat nog niet goed genoeg is. Volgens de leerkrachten en de ouders dan. Die stellen veel te hoge eisen en ze verwachten ook veel te veel van je. Er wordt natuurlijk inderdaad heel veel van kinderen gevraagd. Kinderen moeten heel veel leren op school. Er zitten maar 25 uur in de week op school. Nou, daarvan rekenen ze ongeveer gemiddeld 5 uur in de week. En als je dan een jaar hebt van 40 schoolweken, dan heb je 200 uur om te rekenen in een jaar. Nou, dat lijkt heel veel. Maar je kunt niet alles in 200 uur leren. Het onderzoek zegt ook dat kinderen die zijn blijven zitten aan het eind van de basisschool toch slechter kunnen rekenen dan kinderen die gewoon elk jaar zijn overgegaan. En als je op een moderne manier leert rekenen, dan weet je meer dan iemand die met oude rekenboekjes moet werken. Dit rapport gaat dus alleen maar over rekenen op de basisschool en niet over bijvoorbeeld lezen, schrijven of aardrijkskunde. Maar daar wordt binnenkort ook een onderzoek naar gedaan. Met deze namaak geldauto hoopt een stel bankrovers heel rijk te kunnen worden. Maar vandaag, meteen na hun eerste bankoverval, is het de politie gelukt ze allemaal in de kraag te grijpen. Een speciale groep politiemensen hield de bankovervallers al een tijdje in de gaten en wist ook dat ze bezig waren een namaak geldauto te bouwen. Toen die vanmorgen voor het eerst bij deze bank werd gebruikt, volgde de politie ze met een helikopter, een vliegtuigje en een stel politieauto's. Hier, op een weg in Amsterdam, werd de auto klem gereden. De overvallers probeerden nog te ontvluchten en botsten daarbij tegen twee politieauto's aan. Maar ver kwamen ze niet. De hele groep overvallers is gearresteerd. In Israël zijn de mensen vandaag behoorlijk gespannen en dat komt omdat er verkiezingen zijn. Bijna 3 miljoen mensen gingen naar de stembus. Nog voordat de deuren van de stemlokalen opengingen, ontplofte er een brandbom in een auto. En dat gebeurde in de hoofdstad Jeruzalem. Gelukkig konden de mensen snel de brandende auto uit, maar één vrouw had zulke ernstige brandwonden dat ze onmiddellijk naar het ziekenhuis moest. Het is al dagenlang onrustig in Israël, vooral in de bezette gebieden. En dat heeft alles te maken met die verkiezingen. Ze gaan vooral over de vraag of Israël, land wat het nu bezet houdt, moet geven aan de Palestijnen of juist niet. De belangrijkste kandidaten voor deze verkiezingen, Yitzhak Shamir en Simon Peres, zijn het daarover helemaal niet met elkaar eens. Shamir wil hard optreden tegen de Palestijnen en ze geen enkel stuk land geven. En Peres zegt juist, we moeten met elkaar praten en als we het eens zijn, moeten we ze een stuk land geven. Hoe de kinderen in Israël over deze vraag denken, daarover vertelt Eddo Rosenthal, onze correspondent. Op veel Israëlische scholen wordt speciale aandacht besteed aan de parlementsverkiezingen. Op deze school in Jeruzalem hebben de kinderen hun eigen verkiezingen georganiseerd op dezelfde wijze als in het echt gebeurt. Voor schooltijd wordt buiten op de speelplaats fel gediscussieerd over de politieke situatie. Het gesprek gaat vooral over de Palestijnse opstand in de door Israël bezette gebieden. Net als de volwassenen kunnen ook de kinderen het niet eens worden over de vraag wat er moet gebeuren om eindelijk vrede te krijgen met de Palestijnen. De briefjes waar straks mee gestemd zal worden, worden nog even nagekeken en nageteld. Als het eindelijk allemaal zover is en ook de stembus op zijn plaats staat, dan is de beurt aan de lerares om uit te leggen hoe er gestemd moet worden. Op het bord staan de namen van de partijen die deelnemen aan de verkiezingen. Het stemmen kan nu beginnen. Eén voor één komen de kinderen aan de beurt. De briefjes worden allemaal in een stembus gestopt die er wat anders uitziet dan normaal. Want deze stembus is door een van de kinderen opgeschilderd met de blauw-witte vlag van Israël. Bij het stemmen gebeurt iets heel interessants.
Elk kind blijkt automatisch op die partij te stemmen die volgens hem de beste oplossing heeft voor een vrede met de Palestijnen in de bezette gebieden. Maar de Israëlische kinderen hebben, net als de volwassenen, heel verschillende meningen over die bezette gebieden. En daarom wordt op verschillende partijen gestemd. De mensen in Israël wachten nu in spanning op de verkiezingsuitslag. Vanavond laat, als de meeste stemmen zijn geteld, kunnen ze al zeggen wie er gewonnen heeft. In een groot natuurpark in Kenia, in Afrika, zijn 5 zeldzame witte neushoorns gedood. Ondanks de strenge bewaking lukt het een paar jagers om het park binnen te dringen en de dieren dood te schieten. En dat alleen maar omdat de hoorn van deze diersoort veel geld oplevert. De regering van Kenia is woedend op de jagers en probeert nu van alles om de daders op te sporen. In Eindhoven staat het duurste flatgebouw van Nederland. De goedkoopste flat is 700.000 gulden en de duurste is 2 miljoen gulden. Maar daar heb je dan ook wel wat voor. Een tennisbaan, een zwembad en een sauna, noem maar op. Als je daar woont is het eigenlijk net alsof je op vakantie bent. Nou, als je belangstelling hebt om daar te wonen, te laat. De meeste flats zijn al verkocht. Bij champignons denken veel mensen alleen maar aan gezond. Maar daar zijn ze het in Gelderland niet meer mee eens. Een groot stuk grond bij de champignonkwekerijen blijkt heel erg giftig te zijn. Dat komt door de bestrijdingsmiddelen die op de champignons wordt gespoten om insecten te verjagen. 215 kwekers in Gelderland hebben gezegd dat zij dat giftige middel hebben gebruikt. De champignons zelf kunnen zonder gevaar worden gegeten. Maar het land van de kwekers, daar is het nu behoorlijk mee mis. Heerlijk al dat snoep. Kun jij er ook niet vanaf blijven? Maar wist je dat al dit snoep ook gevaarlijk kan zijn? En niet alleen het snoep, maar ook deze limonade en deze puddingjes. Meneer Schuttelaar, u heeft meegewerkt aan een onderzoek naar al dit snoep. Wat is er nou zo gevaarlijk aan? Nou, in al dit snoep zitten kleurtjes en bijvoorbeeld zoals in deze lolly. Daar zitten meerdere kleuren in en sommige kinderen zijn daar overgevoelig voor. Die kunnen daar niet tegen. Maar wat gebeurt er dan met ze? Dat hangt er vanaf. Sommige kinderen die krijgen bijvoorbeeld huiduitslag of die worden benauwd, kortademig. En andere kinderen die worden volslagen onhandelbaar. Arjen die kan erover meepraten. Hij kwam er een tijdje geleden achter dat hij van een heleboel frisdranken en snoepjes zich heel slecht kan voelen. Arjen, wat gebeurt er nou met jou als jij iets eet waar kleurstof in zit? Dan word ik agressief. Dat wil zeggen dat ik kwaad word en dat er vaak ruzie thuis komt. En dan wil ik alles kapot slaan en zo. En ik word wel eens depressief en dan voel ik me rot en dan wil ik mezelf eigenlijk helemaal niet meer hebben. En dan ja, voel ik me verdrietig. Ja. Maar hoe gaat het nou? Stel, jij eet inderdaad zo'n smaal op. Ja. Wat gebeurt er dan met je? Nou, dan op hetzelfde moment nog niets, maar een paar uur later word ik langzaamaan word ik kwaaier, ruzieachtiger. Dan gaat het mis. Hoe zijn jullie er nou achtergekomen dat Arjen zo'n last had van die kleurstoffen? We zagen een artikel in de krant en toen we dat gelezen hadden, dat in combinatie met Arjans gedrag in die periode, dat was verschrikkelijk. Arjan maakte heel veel ruzie. Er waren heel veel moeilijkheden in huis, ook met zijn zusje. Toen dachten we, dat is het. Wat daar in de krant staat is waar. Dat moeten wij uitproberen en dat hebben we gedaan. En toen ging het gauw beter met Arjan. Arjen, nou weet jij wat voor kleurstof jij niet meer mag hebben? Nou heb je er zeker ook nooit meer last van, hè? Nou, dit is niet zo, want ja, soms in Nederland staat het niet op de verpakkings. En er is snoep wat je loskoopt. Hier kan je wel zien dat er kleurstof in zit, maar bijvoorbeeld sommige koekjes en zo zie je het niet. En dan weet je het niet. En het is ook heel moeilijk in Nederland. Neem nou zo'n zakje, dan staat erop kleurstof. Als je als kind nu last hebt of overgevoelig bent voor een rode kleurstof, dan weet je eigenlijk nog niks. Dus we gaan die bedrijven vragen om dat netjes op de verpakking te zetten. Maar dat snoep hoeft niet verboden te worden. Snoep hoeft niet verboden te worden. Er zijn echter wel 2 kleurstoffen, een gele en een rode kleurstof, waar zoveel kinderen last van hebben dat we vinden dat die beter verboden kunnen worden. Morgen is het bewolkt en kan er af en toe een bui vallen.
S'morgens zonder, s'middags met zon ertussendoor. En de wind draait naar het noordoosten. En dat betekent dat het kouder wordt. Een graad of 8. Morgen om 7:15 is er weer een jeugdjournaal. Tot dan. Dag.